Welkom bij weer een nieuwe Mario vs. Donkey Kong video. Het is tijd voor wereld 6. En dat is een glijgebergte. En omdat het thema van deze wereld winter is, kom ik in deze video met allerlei winterfeitjes. Wisten jullie bijvoorbeeld... Oh, je glijdt dus uit. Wisten jullie dat je uitglijdt van sneeuw? Dat wisten jullie vast wel. Iedereen is wel eens op zijn plaat gegaan, denk ik. Maar dat was niet het eerste feitje wat ik wilde vertellen. Het eerste feitje wat ik wil vertellen is dat maar liefst 12%... 12% jongens, 12% van de aarde is bedekt met sneeuw. En dat is best wel een hoop. Hoppakee. We kunnen het ons misschien bijna niet voorstellen met de smeltende ijskappen, smeltende polen en zo. En al dat warme weer van tegenwoordig. Maar ja, het is toch echt zo. En je hebt precies 12 seconden om de sleutel opnieuw op te pakken. Dus dat is ook nog wel eens grappig. Ja, en dan het volgende. Hè. Is jou wel eens opgevallen dat je accu veel sneller leeg gaat op het moment dat het super koud is? Ik bedoel dan de accu van je telefoon, hè? Dat klopt wel. Want, dat ging maar net goed. Accu's van een telefoon zijn namelijk gebouwd voor temperaturen tussen de 0 en de 35 graden. Als het kouder is of warmer is, dan vindt jouw accu dat niet zo leuk. En dan zegt hij, ik heb hier niet zoveel zin in. Ik ga even veel sneller leeg dan dat eigenlijk gepland is. Sorry, man. Oké, even deze knop indrukken. Zo. En dan gaan we naar deze kant. Met dit ding. Zo, gooien we die daar neer. Pakken we dit cadeautje. Gaan we hier naar boven. Oh, tenminste, dat is de bedoeling. Zo en zo. En dan hebben we het eerste level alweer voltooid. Doe even een duimpje omhoog als je deze video's leuk vindt. Ik probeer jullie te entertainen terwijl ik deze games speel met allerlei feitjes over de wereld. Dus kijk deze hele serie als je dat nog niet gedaan hebt. En abonneer natuurlijk als je van Nintendo houdt. Gaan we door met level 2. En we zijn nu in een level met, ik weet niet. Deze vijanden, die ogen voor mij echt super Japans. Ik weet niet of jullie dat ook hebben. Mario is natuurlijk een game die daar vandaan komt. Dus ja, dan is het niet zo gek dat sommige karakters een beetje Japans ogen natuurlijk. Ik heb even een salto gemaakt. Waar gaan we naartoe? Ik denk dat ik de blauwe knop eventjes in moet drukken. Ik denk dat dat de bedoeling is. Dan zou ik natuurlijk hier gelijk naar boven kunnen. Zo. Oh, of niet? Kan ik die trap niet pakken op deze manier? Nee, blijkbaar niet. Oké. Dan ga ik dat even zo doen. Dan ga ik zo. Ja. Trampoline pakken. Die hebben we denk ik voor de overkant nodig. Voor die kant, daar zo. Kan ik die hier omhoog gooien? Ja. Oh ja, maar anyway, ik was aan het uitleggen. Ik had een bruggetje naar Japan geslagen. Ja, je voelt hem denk ik al aankomen. Maar weten jullie wat het meest... wacht even hoor. Het meest besneeuwde land is van de wereld? Ja, dat is dus Japan. Daar ligt de meeste sneeuw. Je zou het niet zeggen, maar het is echt zo. Even kijken, we moeten dan hier naar beneden. Er is daar een stad, die heet Aomori. En die pakt de meeste sneeuw in een jaar. Oh, even de sleutel gooien en er zelf achteraan. Zo, ja. In Aomori valt bijna 8 meter sneeuw per jaar. Dat ziet er dus zo uit. Het is eigenlijk ook best wel grappig als je weet wat de naam Japan betekent. De naam Japan betekent namelijk oorsprong van de zon. Wacht, ik moet die trampoline natuurlijk meenemen. Oh, gewoon zo omhoog gooien natuurlijk. Dat kan natuurlijk ook. Dan moet ik op hem staan. En hem dan meenemen. We moeten eerst de andere kant op. We moeten eerst naar de blauwe knop. Want wat als ik deze nu aanzet? Oh, kijk. Ik kan alleen nu dus niet het cadeautje pakken. Eens even kijken. Dan kan ik nu dus de rode knop aanzetten. Dan staat dat vijandje daar te springen. Zo. En dan, ja, hebben we dit cadeautje ook. Ja, zo. Oké, lekker. Ik moest even puzzelen. Ja, weten jullie wat de koudste temperatuur is ooit gemeten in Nederland? Ja, ik vind het echt veel te koud. Ik word er echt helemaal niet blij van. Het is min 27,4 graden. Dan denk ik wel van, doe even normaal met z'n allen, hoor. Dat is echt niet meer grappig. Min 27,4 graden. Jongens, hou eventjes op. Oké, even kijken. Hier naartoe. Ja, zo. Oké, dit gaat best goed tot nu toe. Is hier nog een cadeautje? Die is daar. Oké, dit moet wel lukken, denk ik. Ja, zo, die pakken. Zo, zo. Ja, dit is vrij simpel tot nu toe. En dan springen we hier. Ik moet ook niet zeggen dat het simpel is. Poging 2. Gewoon doorspringen. Ja. Oké, sleutel gooien. Erachteraan. Gaan we hier naartoe. Zo, zo. En klaar. Ik weet niet of je wel eens op wintersport bent geweest, maar heb je dan ook het gevoel dat het net lijkt alsof het daar even wat stiller is dan gewoon bij jou thuis? Ik bedoel, als je daar in de winter zo loopt tussen alle sneeuw en zo, dan lijkt dat zo, hè? Dat volgens mij kunnen we dat allemaal wel beamen. Oké, ik weet even niet hoe ik dat cadeautje moet pakken. Dat komt denk ik straks als ik die gele knop heb ingedrukt. Wat is hier nog te beleven? Daar moeten we uiteindelijk naartoe. Maar dat klopt trouwens. Dat klopt. Dat je het gevoel hebt dat het daar wat stiller is. Ging maar net goed. Kijk. Zo moeten we deze pakken. Oké, ik gooi die weg.
Zo, zo, hier naar boven. Ja, hier naartoe, hier naartoe. Oh, wat? Ik bedoel, hier naartoe. Moeten we op de ijspegel springen. En dan kunnen we voorbij die spookies. En dan is het weer klaar. Level 4. Veel mensen denken trouwens dat sneeuw wit is. Lijkt ook zo. Wordt ook altijd gezegd witte sneeuw. Oké, volgens mij moet ik deze trouwens nog niet pakken. Ik zal hem eventjes die kant op gooien. Maar ik denk niet dat we die... Oh, wat? Oef, ik was bijna op die sleutel gesprongen. Hoe werkt dit? Ik ben in paniek. Ik wil heel graag het cadeautje daar pakken. Maar dat... Dat gaat denk ik nog niet. Wacht, laat ik eens hier inspringen. Dan word ik helemaal hier teruggezet. Oftewel, er gebeurt geen moer. Zo. Dan gaan we maar hier naar boven. Pakken we deze. Kunnen we die shy guy... Oh, wacht. Ik moet die shy guy meenemen. Nee, ik moet die shy guy meenemen. Ja. Nou, oké. Ik moet die shy guy meenemen. Die kan ik dan daarop gooien. Dan kan ik het cadeautje pakken. Zo. En dan kan ik gewoon met hem mee zo terug. Wat ziek idee. Nee! Dit was zo jammer. Maar jongens, sneeuw is dus niet wit. Want sneeuw is doorzichtig, net als water. Het komt omdat de kleine deeltjes licht schijnen op die sneeuw. En daardoor lijkt sneeuw wit. Maar in principe is sneeuw dus gewoon doorzichtig, net als water. Hartstikke idee. Neem de shy guy mee. Dat was het recept. Oh, shit. Ja, dit is dus suf. Maar ja, we kunnen het nog goed maken. Moeten we even een extra rondje doen? Moet ik zo... Nee, moet ik dus precies op die shy guy vallen? Zo? Ja? Hoe krijg ik ooit die sleutel nou daar naar beneden dan? Of moet ik die ook op die shy guy gooien? Ik denk dat die shy guy hier een grote rol speelt in dit verhaal. Oh, wacht. Ik heb hem, denk ik. Ik moet dan zo? Moet ik... Nee, ik was het toch. Waarom spring je nou op dat randje? Kijk, deze blauwe knop die moet aan. Dan moet ik de sleutel gaan pakken. Zo? Dan moet ik door deze blauwe portal heen. En dan moet ik daarna door de rode portal heen. En dan ben ik dus terug. Zo. Dan ben ik nu daar met de sleutel. Jemig. Oké, lekker puzzelen. Oké, en toen? In ieder geval even deze kant op rennen. Oh, en dan niet te vroeg springen. Jump en go. Ja. Dan ben ik nu hier. Gaan we die gele knop indrukken. Dan kunnen we ergens anders naar teleporteren. Oké, hier naartoe. En dan eroverheen springen, zodat we het cadeautje hebben. Ja, en dan weer terug. Moet ik ergens een blauwe knop zien in te drukken? Dat zal wel daar beneden zijn, dat dacht ik al. Ik denk dat ik dan een rondje moet rennen. Helemaal hier naartoe. En weer terug. Ja, ga maar terug, Mario. Ga maar terug. Bukken. En dan hier doorheen. En dan naar deze kant. En dan springen. En dan... Wee! En ja, dan hebben we ook deze weer gehaald. Hopsakee. Door naar level 5 naar de shy guys. Ik heb nog één klein feitje. Deze is misschien niet zo heel boeiend. Maar het is toch misschien ook wel weer grappig. Jullie weten van die skiers die dan op de Olympische Spelen gewoon keihard naar beneden gaan. Toch? Dat is hun doel. Zo snel mogelijk naar beneden. Dus de hoogst mogelijke snelheid halen. Eerst eens even kijken. Ja, zo. En dan op het randje staan. Zo. Dan cadeautje pakken. Ja, cool. Gaan we weer omhoog, denk ik, hier. Ja, gaan we zo. Oké, top. Maar de snelste persoon die ging dus bijna 255 km per uur. Nou, ik weet niet of je wel eens in een hele snelle auto hebt gezeten. Maar de meeste auto's, die gaan dus... Ja, dit is suf. Ik had daar even op mijn handen moeten gaan staan. Maar de meeste auto's, die gaan niet zo hard als dat. Het lijkt me doodeng om zo hard een berg af te gaan. Kijk, dan gaan we dus even gewoon zo. Want dan kunnen we niet geraakt worden door die stenen. Vraag me niet waarom, maar... Oh, dan komen die stenen op mijn handen terecht. Op mijn voeten terecht. Oké, daar... Lekkere sprongetjes, Mario. Ik was even weer in paniek door jou. Oh, nu moeten we dus langs de andere kant terug. Door deze zo gooien... Gaan wij weer op onze handen zo die kant op? Oké, sleutel gooien. En dan zijn we er alweer. Nou, deze was ook niet zo heel moeilijk tot nu toe. Moet die shy guy eventjes naar de overkant gooien. Deze sprong kan ik wel halen. Shy guy gaat daar. Zo, ja, cool. Dankjewel, shy guy. Dankjewel voor je hulp. Super fijn dat jullie wel op stekels kunnen lopen. Ik dacht dat Mario van die sterke schoenen had. Maar blijkbaar hebben jullie nog betere schoenen. Mooi salto, Mario. Niet echt heel effectief, maar... Hele mooie salto. Ik moet gewoon recht vooruit springen zonder te draaien. Zo, wat is een cadeau. Nou, is er nog één cadeautje te vinden. Die is daar aan het einde. Gaan we zo bukken. Ja, top. Nee, spring dan. Ik wou gewoon springen. Die steentjes gingen heel snel naar beneden. Voor mijn gevoel gaan die normaal helemaal niet zo snel. Ik voel me belazerd. Oké, volgende poging. Ja, zo dus. Jump, jump, jump. Klaar. Ik ga dood.
Ja, had wel even iets duidelijkere hint mogen zijn dat ik deze trampoline naar die kant op moet gooien. Ik denk, ik wacht even. Ik weet toch niet wat ik moet doen? Jongen, jongen. Voor het eerst slecht level design. Hoppa. Gaan we hier naar boven? Trappetje pakken. Sowieso deze knop moeten we aanzetten. Eens even kijken wat er gebeurt als we hier doorheen gaan. Dan zijn we weer terug. Bij het begin. Dat is allemaal leuk en aardig. Kijk, ik kan dit level wel uitspelen. Zo. En dan hier naartoe. Zo. En dan daar de sleutel gaan oppakken. Kan allemaal wel. Maar ik moet eigenlijk eerst even hier naar boven. Kan ik op die sleutel staan? Ja. Ja, ja, ja. Dat kan. Oké. Dus zo moet dat. Oh, nice. Weer wat geleerd. Toppie. Lekker. We kunnen gewoon op sleutel staan. Oké, let's go. Scherp. Ja, top. Niet te snel omhoog komen, Mario. Hup, ziek idee. Oké, we kunnen hier dus deze pakken. Ja, nice. Dan kunnen we gelijk dit cadeautje pakken. Dat is top. Voor het andere cadeautje hebben we dus blauw nodig. We moeten deze indrukken. Dat is goed. Dan kan ik hierop springen. En dan kunnen we hierop springen. Dan valt daar een ijspegel. Moet ik dan mid-air op die ijspegel springen? Dat lijkt me niet. Nee, 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 nee. Ik moet ergens de andere kant van dat vraagtekentje, van dat uitroeptekentje vinden. En die is daar rechts beneden. Kijk, die is daar. Gaan we zo bukken. Ik wou net zeggen, ze gaan het toch niet te moeilijk maken, hè? Zo moet dit. Op de ninja. Top. Oké, zijn we dan gelijk klaar nu? Ja, we zijn gelijk eigenlijk soort van klaar nu. En alleen wel een beetje bang. Die ijspegel, ja, die ijspegel gaat zo vallen. Ja, oké, we hebben dit even op safe gespeeld. Lekker. Ik dacht anders dat die ijspegel op mijn hoofd zou vallen als ik er in één keer onderdoor zou schuiven. Maar we hebben hem weer. Weer alles gehaald. Nog steeds alles gehaald. Uppies level. Maar min 89,2 graden. Dus ja, dat is echt een mega koud, jongens. Je hoeft niet bang te zijn dat dat ooit in Nederland gebeurt. Dat zijn temperaturen. Dat kunnen mensen jammer genoeg niet overleven. Maar in Nederland gaat dat echt niet gebeuren. Zo koud wordt het niet hier. Kom op, pak die sleutel. Ja, lekker, ik heb hem. Nice. Even weer wat uppies erbij, want we zijn er best wel wat verloren in deze wereld, moet ik zeggen. Het ging eventjes hard met die levens. We gaan de mini-Mario's verzamelen. Het is weer tijd voor speelgoed. Oké, daar zijn ze. We hebben er dus weer 6 bevrijd. Eens even koekeloeren. Even geduldig gaan. Even rust gaan, hè. En doorlopen, jongens. Doorlopen. Hoppakee. Ja, kom maar allemaal. Ja, kom maar. Top. Oké, ik heb geleerd dat jullie kunnen springen. Jullie kunnen die thee pakken. Ja, kom maar. Lekker. Oké, dan gaan we hier naartoe. Ja, ik ga even onderlangs, ja. Jullie kunnen bovenlangs. Kom, kom maar. Ga maar bovenlangs. Toppers. Dankjewel. Kunnen jullie ook naar boven klimmen? Nee, hè? Dat kunnen jullie niet. Come back, Mario. Ja, ik denk dat ik dit level even opnieuw moet spelen. Oké, ze zijn hier. Hoe komen jullie boven dan? Ik heb werkelijk waar geen idee. Come back, Mario. Kunnen jullie de trampoline nemen, jongens? Bijvoorbeeld als ik die daar gooi, hè? Kunnen jullie dan gewoon... Ja, oké. Okay. Cool. Oké, even wachten. Nog even wachten. Pizza. Kom maar allemaal. Ga ik hier naartoe? Gaan jullie daar naartoe? Ja, 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 gaan jullie weer terug? Ja, druk ik deze knop in? Ja, lekker, man. Springen we hierop? Hierop? Kom maar, kom maar. Lekker, kom maar. Yo! Wel leuk leveltje dit. Was even puzzelen, was lastig, maar wel leuk genoeg. Lastig genoeg ook. Daar zijn ze weer allemaal. Dan kunnen we nu tegen Donkey Konkie keihard gaan vechten. Want daar is die, hoor. Daar is die. Oké, wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Hij gaat omhoog. En dan? Oké, hij gaat tonnen gooien. Oh, maar het is lastig. Het is lastig om... Dat bedoel ik. Weet je wat het punt is? Mario springt nu dus altijd zo hoog. Dus je hebt, voor mijn gevoel heb je weinig controle. En als ik dan hier sta, dan springt hij opeens normaal. Dus dat is... Misschien moet ik gewoon op dit soort plekken gaan staan. En dan zo. En dan op zijn hoofd gooien. Oh, ik ga nu... En ook nog sneeuwballen. Bro. Oké, voor ton 1 kunnen we gewoon hier klaarstaan. Je gooit hij altijd hier. Hoi, Donkie. Dankjewel. Hier heb je hem terug. Bedankt. Er komt een grote ton achteraan. Die moeten we gaan pakken. En die willen we ook gewoon lekker op zijn hoofd gelijk plempen. 2-0. En hij gaat naar beneden nu. Gaat hij ook eentje omhoog gooien. Die moeten wij even ontwijken. Daar komt een grote ton. Of een ton voor mij bedoel ik dan. Hatsiki idee. En zijn ton gewoon gestopt. En hem geraakt in één keer. Dat was supergoed. Wat ga je nu doen? Jij gaat sneeuw gooien. Maar precies op een plek waar ik veilig was. Dus dat was nice. Daar komt nu een tonnetje. Ik denk dat we het nu kunnen winnen. Ik denk dat we het nu kunnen afmaken.
moet even schuilen. Nee! De enige plek waar geen sneeuw mocht komen. Oh, maar ik leef nog. Er is niks weg, want ik had een ton als bescherming. Oké. We zijn er nog, jongens. We zijn er nog. Oké, normale ton. Ja, die ga ik niet kunnen pakken nu. Ik sta niet klaar. En dan is die ton alweer weg. Irritant, zeg. Oké, sneeuw ontweken. Ton ontweken. Andere ton ook ontweken. Ik denk dat hij nu... Ah, ik had bijna een gok genomen dat hij daar dus nu wat zou gooien waar ik wat aan had. Ja, dit is dus weer heel naar. Ik ben weer niet geraakt. Ik ben tenminste geen mini Mario kwijt, maar er viel wel weer sneeuw op mijn hoofd. Nu ga jij daar wat gooien. En sneeuw, die ik wel ontwijk. Oh ja, kijk, nu gooit hij een ton mijn richting op. Nu kunnen we wat gaan doen. Nu kunnen we wat gaan doen, jongens. We hebben hem! We hebben hem! We hebben hem! Ja! Die boss battles worden wel steeds moeilijker, hoor. Die zijn wel op zich wel uitdagend als je daar de perfecte score wil halen. Maar ook nu is het weer gelukt. Hij had wel een paar keer sneeuw op mijn tong gegooid, maar niet op mijn hoofd. Waardoor alle mini-Mario's nog leven. Lekker, jongens. Knal even die duimpjes omhoog. En abonneer als je van Nintendo houdt. Want dan moet je sowieso op dit kanaal zijn. Gaan we kijken waar we de volgende keer naartoe moeten. Naar het Wonderwoud. We gaan de jungle in. Dat vind ik leuk. Naar Wereld 7. Abonneer. Wees erbij. Tot de volgende keer. Mazzel!